Dag Lucky. Heel hoi. Hi. Je vorige plaat was een Nederlandstalig album, Hoe je honing maakt. Ja. 3 jaar geleden. Ja. Wat heeft het album gedaan met je? 2,5 jaar geleden alweer. Ja. De Nederlandse plaat bedoel je? Nou, dat was een heel succesvolle plaat in meerdere opzichten, denk ik. Want ik was ten eerste zelf heel tevreden over. Ik vond het een heel mooi album. Het was echt een nieuw iets voor mij. En ik denk dat die nummers ook gewoon nog steeds overeind staan. Want ze vormen nu nog steeds deel van mijn live repertoire. Ook solo zijn ze, dat was met band, maar dit heb ik met solo, is het ook live repertoire. En het heeft mijn publiek heel erg verbreed. Het heeft mij een stuk bekender gemaakt zonder dat ik water bij de wijn hoef te doen in artistieke zin. Dus ik heb eigenlijk door Nederlands te gaan toen een breder publiek kunnen aanspreken zonder dat ik een compromis hoefde te sluiten met betrekking tot mijn muziek. Dus dat was een groot voordeel en het is wel een soort snoots plan dat gelukt is. Wat bedoel je snoots plan? Dat was ook het plan wat je wilde met die Nederlandse taal? Nou ja, het was een beetje op verzoek van mijn platenbaas Kees de Koning dat hij zei van maak eens een heel Nederlands album. Als je toch die Nederlandse, dat een paar Nederlandse nummers hebt, zoals Ik heb een meisje, die had ik al eerder. En ik dacht van, dat is wel, ik zocht naar een manier om een breder publiek te krijgen. Maar ja, ik wil natuurlijk niet mijn muziek op een andere manier vormgeven, alleen maar omdat het dan misschien meer kans maakt om op de radio gedraaid te worden. Ik heb geen zin om een artistiek compromis te hoeven leveren. Dus dit was een mooie manier eigenlijk. Want op de een of andere manier word je toegankelijker. Hè? Als je in het Nederlands zingt, ben je voor Nederland toegankelijker. Dus er zijn een hoop mensen die misschien anders niet zouden luisteren. Als je terugkijkt, hè, je hebt voor die plaat heb je natuurlijk, je schrijft waarschijnlijk, schreef je al op dezelfde manier als je al deed, zeg maar. Ja. De teksten waren natuurlijk anders, want je moest in het Nederlands schrijven. Ja. Was dat moeilijk, makkelijker, anders? Wat bedoel je anders? Dan daarvoor, zeg maar, toen je de Engelse teksten schreef. Toen je aan die Nederlandstalige plaat. Nou, je bedoelt, hoe is het technisch anders een Nederlands-Engels schrijven? Voor mij. Maar ook qua blootgeven of qua teksten. Ik bedoel, love you klinkt anders dan bijvoorbeeld ik hou van jou misschien dichterbij. Of... Ja, nou, zozeer heb ik dat niet. Want ik ben wel zo druk bezig met Engels geweest altijd dat ik denk dat ik niet het idee heb dat het Nederlands dichter bij me ligt dan het Engels of zo. Het verschil is meer een soort technische kwaliteit. Het is niet echt een heel wezenlijk verschil. Het lijkt een beetje op kiezen tussen een piano en een gitaar of zo. Dus het zijn. Maar het verschil zit er denk ik in dat mijn relatie met de taal anders is. In het Nederlands. Nederlands is mijn moedertaal. En mijn eerste taal, mijn spreektaal. Mijn Engels is mijn culturele moedertaal. Al mijn voorbeelden die schreven in het Engels en zo. Al mijn favoriete literatuur en muziek is bijna allemaal in het Engels. Dus cultureel gezien is Engels mijn moedertaal. En ik heb ook Engels gestudeerd. Dus op een bepaalde manier weet ik meer van de technische kant van de Engelse taal af dan het Nederlands. Maar ja, Nederlands spreek ik elke dag met mijn vrienden. Dus dat brengt ook weer een soort verfijning met zich mee. Dan kan je eigenlijk, in Nederlands heb ik toegang tot die hele, tot het heel genuanceerde van spreektaal bijvoorbeeld. En dat merk je wel een beetje in de liedjes. Dus mijn Nederlandse teksten zijn meer, liggen dichter bij spreektaal, zeg maar. Bij natuurlijke taal. Maar mijn Engels teksten zijn poëtischer op een bepaalde manier. Zijn wat meer geconstrueerd. En het gaat wat weg van spreektaal en wat meer in het metaforische en het associatieve en zo. Dus het is meer een poëtische manier. In het Nederlands lijken de teksten meer op iets wat Johnny Cash ook zou zingen. En in het Engels lijkt het meer op iets wat Leonard Cohen zou zingen, als je het verschil begrijpt. In het Nederlands ben ik iets meer straat, zo zou je het kunnen zeggen. Dat is het eigenlijk. Okay.